strandtas gekocht. En het is ook nog eens een koeltas. Deze moet sowieso mee. Oh, dit is echt handig. Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Esmee en misschien kennen jullie mij al van de video's die ik eerder heb opgenomen voor dit kanaal. Of natuurlijk van mijn eigen kanaal, Esmee Geel. Waarschijnlijk zie je het al, maar ik heb weer een hele tas vol geshopt. Ik ben naar de Action geweest en ik heb allemaal leuke zomeritems gekocht. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal heb geshopt? Doe dan vast even je duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op dit kanaal hier beneden als je dat niet hebt gedaan. En dan gaan we eerst even kijken in de winkel wat er nu allemaal ligt. Zoals je kan zien, er liggen echt al super veel zomeritems in de winkel. En ik heb ook best wel veel gekocht. Hier een hele tas vol. Ik zet het even op de grond. Als ik aan de zomer denk, dan denk ik ook gelijk aan vakantie. Dus daar heb ik ook een aantal dingetjes voor gekocht. Ik zal wel eventjes beginnen met het grootste. Dat is deze parasol. Niet alleen voor vakantie, maar ook gewoon hier voor het strand in Nederland. Ik heb echt het geluk dat ik de fiets op kan stappen en dat ik zo bij het strand ben. Dus dat is mega chill. Maar ik heb dus een parasolletje gekocht. Ze hadden heel veel verschillende kleuren. Er zit een stok bij. En dit is dus de parasol. Ik vond het echt een heel erg schattig kleurtje. Een beetje turquoise, mintgroen. Maar ik vind zo'n parasolletje altijd wel handig. Want meestal op het strand moet je dat huren. Moet je best wel veel voor betalen. Zoals je kan zien, het neemt niet heel erg veel ruimte in. Dus je kan het eigenlijk zo meenemen naar het strand. En dan ben je gewoon beschermd en kun je in de schaduw zitten. Dus dat is mega fijn. De parasol kostte €4,79. Dan heb ik deze leuke strandtas gekocht. En het is ook nog eens een koeltas. Echt mega chill. En ik vond hem er ook nog best wel leuk uitzien. Ik had toevallig al van die koelelementen. Dus die hoefde ik niet nog een keer te kopen. Maar dit is de binnenkant. Hierdoor blijven je drankjes en je etenswaren en zo. Dan blijft het lekker koud als je naar het strand gaat of naar het park. Heel erg handig. En hij is ook echt best wel groot. Dus er past waarschijnlijk heel erg veel in. En wat ook mega handig is dat er een rits in zit. Dus dat is ook fijn. De Cool strandtas kostte €4,36. Nou, om nog eventjes bij het strand te blijven of bij het park, heb ik ook een Hamam handdoekje gekocht. Ik vind deze altijd zo mega chill. Ze zijn heel erg klein zoals je kan zien. En ze wegen niet zoveel en ze drogen super snel op. Dus dan zit je niet met zo'n natte handdoek in je tas. Kijk, dit is hem. Hij is best wel groot. Volgens mij is hij 1,80 meter bij... Staat het erop? Nou, het staat er niet op, maar hij is best wel heel erg groot. Ik heb een lichtgrijs kleurtje gekozen. Ze hadden heel veel verschillende andere kleuren. En hij is gewoon 100% katoen. Dus dat ligt ook echt heel erg fijn. Hij heeft streepjes en dan hier aan de onderkant van die franjes. Echt mega cute. Zoals ik al zei, ik vind dit soort handdoeken altijd heel erg fijn. Dus die heb ik gekocht. En deze kostte €3,99. Ik heb ook dit gekocht. Ik vond dit er echt heel erg grappig uitzien. Het is een ice cube maker met een deksel erop. En dat had ik nog nooit eerder gezien. Dus dat is wel echt handig. Er zitten ook van die rubbertjes aan de onderkant, zodat je ze er makkelijk uit kan drukken. Heel fijn. Volgens mij als je dit ding erop laat en je doet dit bovenste open en je vult hem dan met water, dan is hij precies goed. Dat is echt mega handig. Oh, dit is echt handig. Dus je kunt deze gewoon zo naar boven doen en dan kun je hem helemaal vullen met water. Mega chill. Dit kostte €0,99 en ze hadden ook nog allemaal andere kleuren. Dan heb ik dit gekocht. Ik had dit volgens mij vorig jaar ook al gezien bij de Action, maar ik heb het nooit gekocht. En nu zag ik het liggen en ik dacht, ik neem het mee. Ik wil het een keer proberen. Dit is zo'n waterspray fan. Maar dit is toch echt een uitvinding. Dan lig je lekker op het strand en dan doe je gewoon even zo. Heb je een windje, heb je een spray. Nou, helemaal top. Ik vind dit echt heel grappig. Je moet er volgens mij wel batterijen in doen. Even kijken. Oh, je kunt er zelfs ijsklontjes in doen. Hier kunnen ook ijsklontjes in, staat er. Wat grappig. Ja, dan heb je echt een lekker briesje. Ja, je kunt hier een batterijtje in doen. Hier dus aan de onderkant water. En dan kun je zo hier dit indrukken en dan spreekt hij. En volgens mij gaat hij dan ook draaien. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het uittesten als het binnenkort lekker weer is. Dan heb ik ook nog rietjes gekocht. Ik zag deze en ik vond ze echt mega schattig. Waarschijnlijk in de zomer gaan we veel op het dakterras hierboven zitten. Gaan we lekkere drankjes maken. En dan vind ik rietjes altijd wel leuk. Dit zijn van die kartonnen rietjes. Maar ze zijn wel eco-friendly. Dus dat is ook wel fijn. Kosten €0,99. En ik heb dus de roze gekozen. Maar je had ook geel, groen, blauw volgens mij. Ze hebben allemaal verschillende patroontjes erop. Mega cute. En handig om te hebben. Dit zijn er 100. Dan heb ik dit gekocht. En ik zag hem staan en ik dacht, deze moet sowieso mee. Deze past heel erg goed bij ons in het interieur. Het is een gouden plantenhanger. Ik zal hem er wel even uithalen. Kijk wat cute. Oh, ik vind deze echt heel leuk. Als ik aan de zomer denk, dan denk ik ook aan het veranderen van mijn interieur. Dus ik heb ook nog een paar andere dingetjes voor in het interieur gekocht voor de zomer. Maar dit is hem dus. Je kan hem denk ik ook wel gewoon buiten hangen. Maar ik ben van plan om hem binnen te hangen. We hebben hier namelijk best wel een hoog plafond. Er hangt nu ook een plantje, maar dat is leuker om in zo'n goud ding te hangen.
zit gewoon een haakje aan. Je zou hem eventueel ook nog hier aan kunnen hangen. Maar oh my god, ik vind hem echt heel leuk. Past ook helemaal bij ons in het interieur. Zoals ik al zei, heb ik ook wat dingetjes voor in het interieur gekocht. Ik vond deze heel erg schattig. Dit zijn keramieke vaasjes. Volgens mij zijn deze nieuw, want ik heb deze echt nog nooit gezien. Natuurlijk is het assortiment van Action heel erg verschillend, dus... logisch dat ik deze nog niet eerder had gezien. Maar ik vond deze echt heel cute. Ze hadden ook een lichtroze kleur. Maar ik heb al best wel veel roze in huis. En ik wilde ietsje meer spelen met kleur. En dus leuk om met een seizoen bijvoorbeeld je hele woonkamer weer een beetje aan te passen. Met kleine veranderingen. Zoals deze vaasjes. Dit zijn ze. Ze hadden ook nog een andere vorm en dus andere kleuren. Hier zie je nog even de afmetingen als je dat wil weten. Ik ga denk ik hier een paar droogbloemetjes of zo in doen. Dat vind ik er altijd heel erg schattig uitzien. Dus dat zijn deze twee vaasjes. Vaasjes kosten €1,49 per stuk. Dus ik heb voor twee vaasjes €3 betaald. Nou, als ik aan warmte denk, dan denk ik aan een waaier. En dit neem ik ook heel erg vaak mee naar een festival. Altijd handig om te hebben. Want het kan echt heel erg warm worden. Ze hadden deze waaier in heel veel verschillende kleuren. Volgens mij ook geel, roze, blauw. Maar ik heb gekozen voor zwart. Was altijd goed bij mijn outfit. Deze waaier kostte 69 cent. In de zomer smeer je jezelf natuurlijk in met zonnebrand. Heel erg belangrijk. Ik heb een factor 50 gekocht. Het is zo'n spray. Ze hadden heel veel van dit merk. Maar dit is zo'n... ja, zoals ik al zei, een spray. Dus dat is deze. Volgens mij kost deze €4,95. Dus dat had ook een factor 30. En dan voor na het zonnen heb ik een After Sun spray gekocht. Ik gebruik eigenlijk bijna nooit After Sun, maar ik wil het wel gaan proberen. En ik zag deze aan en ik dacht, why not? Ik vind het echt heerlijk dat je dan na zo'n lange stranddag dit zo dan opdoet. Ik doe het dus echt veel te weinig, maar ik wil het dus wel gaan doen. Heel lekker. Oh, deze was ook echt volgens mij... onder de €3. Oh nee, zelfs nog goedkoper. €1,95. Dan heb ik nog iets gekocht. Ik vond deze ook echt mega leuk. Volgens mij moet deze andersom. Maar dit is een drinkbeker. En hij is ook... thermo. Je kan er dus koude drankjes in doen. En dan blijft het koud. Omdat het dus zo'n thermoskan-achtig iets is. Vet chill. Ik word heel naar van dit geluid. Maar in ieder geval, dit is de beker. Ze hadden ook nog een paar andere soorten. Met opdrukjes en zo. Maar hier staat niks op. En ik vond deze kleur wel heel erg cute. Dus... hier ben ik heel erg blij mee. Nou, zoals ik al zei, als ik aan de zomer denk, denk aan vakantie. En daarvoor heb ik altijd deze flaconnetjes nodig. Als je in ieder geval met alleen met handbagage reist. Maar het kan natuurlijk ook gewoon in je grote koffer. Ik vind het altijd echt mega handig om te hebben. Vaak als ik het nodig heb, heb ik het niet. Dus nu ben ik dat even voor. Het zijn 7 stuk. Zitten 3 van die potjes in. Een flacon met een draaidop. Een flacon met een drukknop. En 1 pompje. Goeie uitleg. Deze flaconnetjes kosten 99 cent. En dan als laatste heb ik een powerbank gekocht. Want als je lang van huis weg blijft, als je een dagje naar het strand gaat, kan het wel zo zijn dat je telefoon leeg gaat. Maar ja, dat gaan we even voorkomen met deze powerbank. Dus ik heb deze gekocht. Dit is 10.000 mAh. Volgens mij kan je echt 3 keer dan je telefoon opladen of zo. Er kunnen ook 2 USB's in. Oké, het duurde even, maar ik heb hem open gekregen. Hij is best wel zwaar en groot. Het lijkt eigenlijk gewoon wel op een... telefoon of zo. Even ter vergelijking, dit is mijn telefoon. Dit is hoe groot die is. Het is wel chill dat die plat is, want dan kan die makkelijk in je tas. Er zit een opladerdraadje bij. Ik denk dat je hem nog wel even moet opladen, ja. En dit zijn de ports die erin zitten. Dus er kan volgens mij 1 USB-C in. Nou, ik weet het eigenlijk allemaal niet. Ik kijk wel wat er allemaal in kan. Mega handig om te hebben. Ik ben echt blij dat ik deze heb gekocht. Kostte €11,95. Nou, en dat is alles wat ik heb geshopt voor de zomer. Ik ben helemaal ready. Ik heb echt zin om op vakantie te gaan. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden om te zien. Laat me zeker eventjes weten in de reacties welk item jij van deze shoplog het leukst vond. En welke je misschien zelf gaat kopen. En dan was dit de video. Ik hoop jullie natuurlijk weer te zien bij de volgende video. Doei!